ben Teun Kelboer. Ik speel Romeo, Julia, Tebaldo, de moeder van Julia. En dat is het eigenlijk, volgens mij, denk ik. Liefde is een hevel gemaakt van ijle zuchten. Trek die op, dan is het een stralend vuur in minnaars ogen. Maar wordt die dichter, dan is het een zee gehuild door minnaars tranen. Ja, Romeo en Julia, de verboden liefde natuurlijk. Als mijn ogen zo mijn hart zouden ontkennen, laat mijn tranen dan veranderen in een zee van vuur en iedereen die erin zwemt een lichte laaier zetten. Jezus, Teun, hoezo speel je dit zo boos? Nou, omdat als mij dat zou overkomen, dan zou ik daar wel boos over zijn. Nou, ik ben niet boos, ik ben gefrustreerd. Oh, oké. Mooier dan Rosaline? De zon die alles ziet. Zag sinds het paradijs zo'n schoonheid niet. Hallo zeg. Try-outs, dat zijn voorstellingen waarmee je dus gaat kijken of de dingen die je tijdens de repetitie gedaan hebt of uitgeprobeerd hebt, of die dan voor het publiek ook lukken. Julia! Hey! Julia, zo. Hier iemand? Je moeder. Nu hebben we altijd vrij ruime try-out periode deze keer. Wat heel prettig is, omdat je dan veel tijd hebt dat als dingen niet werken, dat je dat dan nog kan veranderen. Alleen was Marcus een paar dagen ziek, dus die hebben we een paar dagen niet bij gehad. Dus dan zitten we zelf een beetje te vogelen. We hebben het einde maar even veranderd. Nee hoor, maar een geintje. Maar dan ontstaan er ook weer heel veel dingen zonder dat hij erbij is. Nieuwe dingen. Waar dan een paar dingen goed van zijn. Ik wil graag zien of ik hem graag wil zien. Maar ik weet niet of er uit mijn oog meteen een liefdespijl zou worden afgeschoten. Kijk, het verhaal Romeo en Julia, daar ga je niet aan zitten. Ik bedoel, dat verhaal dat blijft en dat wordt verteld. Maar wel dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment na vier voorstellingen opeens aan het einde de moeder van Julia moest spelen. Die ik nog nooit gedaan had. Dus dat was even van Teun, leer jij tekst en een keertje even doorgelopen van je gaat daar staan en je doet zo en vanavond gaan we dat doen. En dat is dan wel heel spannend. Daar heb je de Capuletti. Tebaldo, de neef van Julia met een vriend. Je springt een beetje in diepe en dan... Maar ja, daar zijn die try-outs dus ook voor bedoeld. En als dat je dat uitprobeert dan en als dat dan misgaat, nou ja, dan doen we het de volgende keer anders. Mijn enige liefde groeit op mijn enige haat. Ik zag te vroeg wat ik niet wist. En ik wist te laat. Het is echt niet normaal wat liefde doet als ik van mijn ergste vijand houden moet. Nee, het voelt echt heel goed. Het voelt echt dat het... Nou, wat ik zeg, het is een heel bruisend stuk. Jochie, jij was een vriend op deze wereld. Dat zul je in die andere ook zijn. Dat zullen we nu zien. En ja, als wij het goed doen, dan zit je de hele voorstelling op het puntje van je stoel. En dat denk dat ook de bedoeling is. Wat zeg je? Ik versta je niet. Als ik het niet versta, dan verstaan zij het helemaal niet.